Nou, het project Durf te Dromen is eigenlijk een expositie waarbij we de dromen van kinderen die tennissen bij onze projecten willen laten zien. We hebben 15 bekende fotografen of bekende Nederlanders die een passie hebben voor fotografie hebben gevraagd om deze beelden te maken. De kracht van zelfvertrouwen die ze hebben opgedaan door middel van sport. Waanzinnig mooi in beeld brengen. En uiteindelijk gaan we met die foto's langs revalidatiecentra en ziekenhuizen. Om zoveel mogelijk mensen te inspireren en het verhaal door te vertellen wat dus de kracht van sport eigenlijk is. Dromen is belangrijk, is misschien wel essentieel om doelen te behalen. Dus als je iets wil bereiken in het leven, dan moet je durven dromen.